ben er nog niet helemaal klaar voor, want gisteravond om voor de aanpassing hier is wat moeilijk natuurlijk, wat uren, heb ik zo'n inslaappilletje genomen. En goed, dat is niet zo heel sterk. Maar toch heb ik denk ik nog een uurtje nodig om echt helemaal wakker te worden en te beseffen van, ah ja, dat is juist fotoshoot vandaag. Ik weet eigenlijk niet juist hoeveel keer dat ik al wacht. Laat me eens even stellen. Hè. Bali, ik weet vooral aan de plaatsen. Hè. Bali, Thailand, Brazilië. Dus ik gok nu Vietnam de vierde keer. En dat is mijn geluksgetal. Is dat niet goed? Weet je, ik ga er helemaal niet onnozel over doen. Ik doe zo'n foto's graag. Ik vind dat zelf plezant. Natuurlijk de locatie. Dat speelde ook een rol. Ik was nog niet naar Vietnam geweest. Ik vind het altijd super tof met heel de ploeg en ik vind het resultaat ook altijd heel leuk. En ja, een vrouw, voor een vrouw is dat wel vleiend, vind ik. Allee, ik vind dat persoonlijk toch, dus ik doe deze foto's ook wel graag. Ja. We zijn net toegekomen op Cham Eiland. Blijkt de waarheid te zijn dat het hier echt enorm paradijselijk mooi is. En ik hoor hier dieren waar ik nog niet dikwijls van gehoord heb. En we gaan hier de rest van de foto's maken. Anne Van Els est également très professionnelle. Hein. Elle a un beau petit corps, superbe. Elle est petite, mais elle est tellement mignonne. Elle est vachement bien proportionnée, super pour travailler. Ik vind mij mooier nu dan als ik 23 jaar was. En misschien dat ik me daardoor beter in mijn vel voel, zelfzeker voel. En ook gewoon door de jaren heen. Hè. Een beetje de ervaring die dat je opbouwt. Kijk er ook altijd naar uit, nu al, naar het moment dat dat in de zomer gaat uitkomen. En dan die week, als het tenminste een goede shoot is of ik ben er tevreden over, dan ben ik toch wel zo stiekem heel blij. We zijn bezig nu met de laatste foto's. Het weer begint ook te veranderen, dus gelukkig maar dat de laatste foto's zijn. En ja, dan begint het voor mij persoonlijk allemaal wat ontspannender te worden. Al veel aan het settelen, maar dan voor de verre toekomst wel. Dus op dat gebied denk ik wel aan verder. Ik dacht vroeger zo van, oh ja, binnenkort, maar klaar ben ik er nog niet voor, maar ik weet wel 100% zeker dat ik mij wil settelen met kinderen en alles erop en eraan. We gaan nu heel dringend aan de laatste foto beginnen, want het bootje staat helemaal klaar om ons terug mee te pikken naar het resort. En die laatste foto, ja, van boven is die lekker tropicaal met twee schelpjes voor de borsten. Maar zolang het niet vulgair is en zo, allee, vind je kunt met kleren aan veel vulgairder zijn dan met twee schelpen voor je borst, hangt er vanaf welke blik dat je erbij geeft. Ja, ik vond het leuk geweest. Het is heel snel gegaan. Soms had ik iets... Danielle, die werkte zo snel dat ik zoiets had van, wow, ik was er zelf nog niet in. En, maar dan zei hij, jawel, het is goed, ik weet het. En uiteindelijk, hij weet het inderdaad. Hij doet het al zoveel jaren, dus ik vind dat het heel snel vooruit is gegaan. Dat is goed.